Het is weer headtrack tijd. Zomaar, is het weer prachtig vandaag. Goedemorgen dames en heren, superleuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Tycho en vandaag hebben Luca en ik echt een superleuk idee om met mijn haren te gaan doen. We zijn nu nog even een bakje koffie aan het drinken, Luca ook. Airtrack staat al. Dus ik weet nog niet wanneer we het gaan doen. Ja, het wordt wel leuk. Ik heb er wel zin in, maar ook een beetje zenuwachtig of zo. Snap je wat ik bedoel? Nee, jij snapt niet wat ik bedoel. Ik zit gewoon chillen, weet je. Ja, nou jij moet het doen. Ja, maar als ik het opfok, dan ben jij opgefokt, maar ik niet. Dat is waar. Lekker hoor! Dit is echt de eerste keer in een hele lange tijd dat ik weer op de airtrack kan trainen. Omdat ik hier natuurlijk al een hele lange tijd niet ben geweest. Maar ja, dat is nu wel chill, want nu kan ik weer lekker trainen. Op de grond heb ik nog een beetje moeite met die dubvoer, maar nu deed het zonder na te denken. Het verbaast me nog hoeveel ik nog kan en hoe gecontroleerd. Want ik heb echt al dik 2 of 3 maanden niet meer op de airtrack getraind. Oké, ik was dus even iets aan het proberen. En toen kwam ik ineens op deze trick. Ik weet niet eens wat het is, maar het voelt wel cool. Wat is dat? Luca en ik gaan nu een game of flip doen voor zijn Engelse YouTube kanaal. Als je die wilt zien, link staat in de beschrijving of in het i'tje. Of je moet gewoon naar Luca's kanaal gaan. Ik dacht dat ik op met mijn handen en voeten ging. Ik ben een beetje gestrest, weet je? Een beetje gestrest? Wat wil je doen dan? Dubbel back. Is het koud en is de airtrack alweer zacht door de kou? Ja. Heb ik hem al gedaan? Ja. Was ik ook bang? Ja. Beetje, hè? Het is zeg maar elke keer als je hem weer aan het begin van de zomer weer opnieuw moet doen, is het elke keer weer een beetje, ik wil niet zeggen angst overwinnen, maar wel een beetje. Want het is niet per se dat we er bang voor zijn, want we weten dat we het kunnen, maar het is gewoon inderdaad, je moet je er even overheen zetten. Maar daarna is al easy, pop hem zo nog een keer. Ja. Oké, Luca en ik zijn klaar met de Game of Flip. En nogmaals, als je die wil zien, check dan even Luca's kanaal, linkje staat in de beschrijving. En nu is het tijd om eindelijk te gaan beginnen aan mijn haar. Ja, wat kunnen we erover zeggen? Ik heb er zin in, maar toch ben ik een beetje zenuwachtig ofzo. Wat we eerst gaan doen is even wat eten en even wat warmere kleding aandoen, want het is echt ziek koud buiten. Ja. Ga jij anders ook even datgene met je haar doen? Gaat, dat zou niet eens kunnen, hè? Ik zou eerst geblondeerd moeten worden. Bij mij ik heb nog niet eens helemaal gezegd wat we gaan doen. Ik heb alleen gezegd dat er iets met mijn haar gaat gebeuren. Maar nu heb je eigenlijk een beetje verklapt dat er iets met spul erin gaat. Je bedoelt tondeuze? Ja, ik moet eerst geblondeerd worden om er overheen te halen. Het gaat gebeuren. Ik heb een sick plastic pakje aan. Ik heb er zin in. Echt, ik zit hier maar. Ik laat jullie echt hier gewoon gaan. Ik zal allemaal wel. Ik ben hier goed in. Auw. Wat nou jongen? Snijd bijna mijn oor eraf jongen, met een kam. Pas op voor mijn oor, want dat is echt serieus. Nou, dit is het dan. Oh, ik heb rood en blauw inderdaad. Ik heb een beetje stress, weet je. Beetje stress? Ja. Nee, ik heb wel de Nederlandse vlag. Nee, Frans. Grap, ik ga het nog even dikker insmeren. Ik weet niet of dat moet. Ik ook niet. Ik ga het gewoon doen. Ik ben geen kapper. Oh, de achterkant voelt echt vreselijk. Het is zo koud jongen. Er is water naar mijn rug gegaan. Lekker warm, Tycho. Ja, hij is een beetje scheef. Maar dat ga je niet zien, want jij gaat het toch niet zo laten. Holy shit. Man, waar... Maar weet je wat het ook is? Ik heb geen idee wat er eigenlijk gebeurt. Ik weet niet hoe het eruit ziet. Het is echt super rood. Maar blauw, super. Hoe is dat? Ja, ben je paarsig nog hoor. Ja, maar ik heb er ook nog niet zoveel in. Moet je iets meer naar beneden nog met je hoofd? Ja. Auw, auw. Het zit er als het goed is nu allemaal in. En ik ga nu even naar binnen, naar de spiegel toe, om te kijken hoe het eruit ziet. Want ik heb het eigenlijk nog in één keer echt gezien. En Lucas zegt, je ziet er echt sick eng uit. Ik hoop het niet. Oké, ik ben bijna bij een spiegel. Dit is het moment van de waarheid. 3, 2, 1. What the fuck? What the fuck heb ik gedaan? Holy shit. Het is wel goed gedaan. Iedereen thuis gaat me uitlachen. Wat doe ik allemaal met mezelf? Niet normaal.
Kom eens naar buiten. Gappie, wat is dit aanvoerlijk, hè? Holy shit. Ik weet nog niet wat ik ervan vind. Oh, wat hebben we gedaan? Even een half uurtje wachten, dan wordt het eruit gespoeld en misschien is het dan super cool. Oké, jongens, de 30 minuten zijn voorbij en Tycho kan het nu gaan uitwassen. En dan zien we eigenlijk hoe het er echt uitziet. Ik ben een beetje bang. Ik ook. Oké, gast. We gaan er nu inderdaad achter komen. Let's go. Nee, het gaat er niet af. Het is paars en rood. Holy shit. Wow. Ik zweer het, het blijft dezelfde kleur. Meen je? Het is hetzelfde. Ja? Holy fuck. Wat? Jesus Christ, je hebt no idea. Wow. Ik heb een goed idee. Ik ga nu gewoon zeg maar het helemaal afdrogen, ja? Zodat je nog niks ziet met de handdoek de hele tijd erop. Ja. Als ik denk het is nu helemaal droog, we moeten naar buiten lopen. Dan haal ik hem eraf en dan zie je het resultaat. Ben je ready? Ben ik klaar voor? We zijn even naar buiten gegaan voor beter licht. Oké, ben je er klaar voor? Ja. Oké, nog één keer even goed. 3, 2, 1. Ja, ik weet niet hoe het eruit ziet. Is het sick? Het is niet cool, hè? Het ziet er niet uit, zeker. Zal ik even een rondje draaien? Ja, doe maar even een rondje draaien. Oh my god, bro. Oh, it is... It's really light. Oké, okay, legit, it looks pretty cool. Oké, we gaan even naar binnen. Ik wil het zien, gast. Gast, je gaat het niet beseffen, hè? Het is best sick, maar het is wel even wennen. 3, 2, 1. Holy, what the fuck? Schek, hè? Het is best cool, ja, gast. Hè? Wat? Dat blauwe is fucking sick. Ja, alleen kijk, oh, ik moet even goed van mijn hoofd uit afwassen. God, dit is vet. Het is vet, hè? What the fuck? Hé? Gaan we het is echt heel anders. Eerlijk, is best sick, hè? Check dit. Nou, het is al denk een uurtje of zo verder. En ik vind het best wel sick. Ik vind het roze vind ik minder cool dan het blauwe. Ja, maar we kunnen... Ja, ik weet niet of dat kan. Het blauwe eroverheen. Ja. Nee, nee, dat wil ik ook niet doen. Want het ziet er nu op zich wel cool uit. Hey Luca, ik heb even een goeie. Dubbel backflip check. 10. Wat dat? 9. 8. 7. 6. 5. 4. Oh nee, wacht, touwtjes. 3. 2. 1. En go. Yes. Oh. Goeie overvloed. Ik had echt stress, ouwe. Ik had die touwtjes hier in mijn gezicht. Nu jij, dubbel backflip. Jo. 3. Yo! Oeh, lekker. Afgelopen zomer hadden Luca en ik een soort van oude kast daarnaast de Econ gezet. Zodat als we in de avond, zoals nu, nog even wilden gaan trainen, dat we hier gewoon onze telefoon, camera, etc. op konden leggen. En hem niet ergens anders kwijt moesten. Maar die kast is weg. Ik weet niet wat ermee is gebeurd. Dus we moeten iets anders zoeken. Maar wat? Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ben niet echt handig of zo. We pakken gewoon 4 even lange stokjes. Ja, en die zetten we op een plankje. En dan hebben we een kassie. Wel een hele lelijke. Maar dat maakt niet uit, als het maar werkt. Het is een goed idee, maar om uit te voeren is echt... Niet leuk. Tenzij je het leuk vindt om te doen, maar ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik zit alleen maar van, ik doe het omdat we het nodig hebben. We hebben de zorg. Jij zegt net, jij bent de denker en ik ben de doener. Dus jij gaat denken waar ik moet zagen. Hier zo moet je eventjes met die zaag, zo. Even een beginvolgje maken. Ja. Maar ik heb nu wel een stukje waar het begint. Het is 9:30 al, hè? Echt? Ja. Onze pizza is klaar, maar we hebben alvast een beginnetje, dus hij ligt daar. Als we klaar zijn met de pizza gaan we kijken of we nog zin hebben. We gaan even Mike bellen, want we willen even kijken wat zijn reactie is op mijn haar. Yo! Yo! Yo. Kale bowlingbal. Kale gast. We hebben ook iets sicks met haar. Lucas ziet er normaal uit. Maar dat van mij niet. Holy shit, gast. Ziek, hè? Wat? Is sick, hè? Eerlijk, dit is sick. Wat? Het is half Schaar half. Kijk, ik zou ook niet zo snel mee rondlopen. Maar eerlijk, het is best hard, hè? Ja, hè? Maar na 3 keer wassen is het eruit, hoor. Oh. Tuurlijk niet, het is permanent. Echt? Ja. Holy shit, hoe lang blijft dat zitten? Tot het, ja, tot het eruit is. Ja, of tot ik kou ga. Dit... Ja, ik zweer het je. Pinky. Ziek, hè? Ondertussen is het al super donker. We hebben lekker lopen bellen met Mike. Even lekker gepraat, een gesprekje gehad. Maar ja, dit is dan het eind van de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe even een blauw duimpje omhoog. En laat even weten wat je van mijn nieuwe haar vindt. Ik hoop dat jullie het allemaal tof vinden. Ik vind het zelf natuurlijk wel vet.
dat is het eigenlijk wel. En ik zie jullie in de volgende video. Later of zo. Ik weet niet hoe ik die moet doen. Later.